So, da beginnt ja ein Experiment. Als je dit niet kan zien met die kubus die op de webpage staat, dan moet je even naar dit filmpje hier kijken. Dus je gaat dus eerst naar de website. En als het goed is, dan verschijnt er een draaiende kubus. Hè, met een aantal foto's van ons erop. Dus 6 in totaal. Je hebt 6 kanten. Dus dat blijft een beetje ronddraaien. Als je erop drukt, met de muis dus, dan blijft het even staan en dan zie je dan die foto waar je op dat moment dan was. Zie je, hij draait nou. Hè? En dan met de muis ga ik er naar heen, klik ik erop en dan kom jij tevoorschijn met mij daarachter, zoals je ziet. Dan draait hij weer verder en dan druk je dan, dan kom jij dan weer. Je bent op het hoofd, sta je op het hoofd. En dan blijft hij dus verder draaien met de muis. Kan je een beetje bijsturen als je met de muis. Met de muis daar langs de kant gaat en dan beneden die foto, dat is een mouse over effect. Dus als je met de muis daar over gaat, dan krijg je een andere foto. Zie je, dat ben ik. En als je nou op die foto zelf klikt, dan word je doorgestuurd naar een andere website. Hier zie je het groene plaatje voor de e-mail. Daarboven sta jij. Als je dan op jouw image drukt, er is een mouse over effect, dan kom ik daarachter tevoorschijn zoals je ziet. En dan ben ik daar weer, dan ben ik weg. En als je erop klikt, kom je naar een andere website. En dan heb je een soort van fotoalbum. Dus als je op zo'n fotootje klikt, dan komt het fotootje naar voren. En dan kan je bekijken als je niets doet, blijft, komt de volgende foto en de volgende foto enzovoort. Dus maar je kan ook met de hand op een foto drukken, dan komt het weer naar voren, zoals je net ook al had gezien. Zie je, dan komt het naar voren. Dan gaat hij open, dan kan je op het kruisje drukken en dan verdwijnen. Als je dat niet doet, dan komt de volgende foto automatisch. Nou, als je terug wilt, ga je met de browser boven terug naar die website waar je naartoe wilt. Nou, de eerste was de kubus die draait. Die zie je nou weer. Oké, dat was het. Ik hoop dat het goed gelukt is. Okay.